Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Eindelijk een keer een video in het donker. Dat klopt. We staan op dit moment bij de McDonald's. Ze hebben daar vuurwerk. Nee, geentje. We gaan naar Duitsland vandaag. Dat zien jullie ook aan de titel. We gaan naar Heron Fireworks. Ze hebben namelijk tegen ons gezegd, jongens, kom langs. We hebben namelijk een vergunning om af te steken, legaal, in Duitsland. Dus dat hoef je niet tegen ons twee keer te vertellen. Wij gaan zo meteen naar Duitsland. Er is verteld dat er voor duizenden euro's vuurwerk is ingeslagen om zo meteen te stoken. Er is een barbecue, er is muziek, er is wat drinken. Er worden leuke dingen afgestoken, alle grote blokken. En daar wil ik jullie mee naartoe meenemen. Wij gaan ook zelf stoken. We hebben gehoord dat Ruben Koet aanwezig is. En daarom komen wij natuurlijk ook. We gaan snel de auto in. Nog een uurtje rijden. En zoals beloofd komen we 7 uur aan. Op locatie. Wat gaan we doen, Mies? Achterin is Jordi in de back. Die gaat ook even lekker stoken. Dus jongens, zoals jullie kunnen zien. Mooie cakejes staan klaar. Zoals jullie zien. Hoppa. Pijlen, alles is aanwezig, jongens. Kom in de lucht. Compounds. Echt nice, man. Zelfs smiley rockets. Zo, echt dik. Mooie pijltjes. Ze is hier in de bus. Ja. Oh, daar gaat er al een. Fontein. Zo. Nee, ik heb het over de cake. De rest interesseert me niet. Ik kan allemaal in het publiek. Dat interesseert me. Hoppa! Hij heet Mies! Ik heb hem! Muggenscheetje. Zo. De Dakar. Ja, nee, jongen. Ik kom niet. Ik maak door niet. Ja? Ja. Ziek deze. Mooi ding.
Die was ziek gek. Ja, Mies, dat is een keer wat anders, hè? Ja, dan, wat anders dan knetterlinten. Ja, knetterlinten, knetterhondjes. Op stofplein. Vampire night, jongens. Let's go. Nightmare. Nightmare, dit is de keuze van Ruben. Ja, daar komt ie, hè. De Golden Rain. Victory, mensen. Ja. Secret.
Het duurt lang, gek. Het gaat al richting de 3 zeker. Ja, inch. Zo. We zijn goed gelijk. Ziek deze gek. Gaat lekker lang hoor. Zo. Heel ziek. Hier wordt gestookt. Hier zijn we bezig met een Magnum. Dat is Heron, hè?